Yo, beste kijkers van de Goldie Eagles Channel, vandaag weer een nieuwe video en vandaag ga ik even een update mededelen. En dat heeft allemaal te maken met mijn Minecraft server. De Minecraft server die is namelijk een beetje geüpdate. Wat er namelijk is veranderd is, er komen nieuwe minigames bij. Survival is weer al opnieuw geopend. De faction wordt binnenkort geopend. PvP die doet het op dit moment ook al. Dit is PvP, we gaan er even naartoe. Poef. We zitten hier in PvP. Ik spawn hier zelf verkeerd omdat ik hier voor het laatst keer ben uitgelogd. Maar dit is PvP, zoals je kunt zien, slash PvP kit, is het ook nog eens kit PvP. Op dit moment hebben we alleen nog maar één kit, de default kit, maar er komen er heel snel alweer nieuwe kits bij. Die worden natuurlijk allemaal één voor één uitgetest en zo kun je wel elke week waarschijnlijk één kitje erbij verwachten. En zo blijft het ook leuk, want zo heb je heel veel variatie natuurlijk. Oh, ik moet trouwens toegeven dat ik heel slow loop en ik kan niet rennen. Dat moet nog even aanpassen, daar is iets nou iets niet helemaal goed. En je hebt natuurlijk, zoals je kon zien, een heel bottle, een golden apple en je had nog van alles en nog wat. Ja, ik zie ook dat hier alles uitstaat. En je hebt ook een ander gezicht. Dat komt op het moment dat je iemand killt, dan zou je eigenlijk dat gezicht op kunnen zetten. Volgens mij zoiets is dat. Ik vind het trouwens wel vet dat je zo'n notch hat krijgt. Nou, dat is eigenlijk voor nu het kit PvP gebeuren. Wij gaan nu even terug naar de hub. Dan doe je gewoon slash hub. En dan zit je alweer, zoals je kunt zien, terug in de hub. Zoals je kunt zien hebben we een nieuw menu. En in dit menu kun je precies zien welke speler waar zit. Je ziet de tijd onderin. En je ziet van alles nog wat. Nou, bovenin staat dan netjes welkom en dan je naam. Maar zoals jullie kunnen zien, Joost zit bijvoorbeeld in Survivor. Nou, weet je, we gaan even Survivor kijken. Eens even kijken wat hij allemaal aan het doen is. Aan het uitvogelen of aan het heel stiekem aan het doen is. En dan ga ik me gewoon helemaal onzichtbaar. Hey. Dit was toch Survival? Of was de factions waar ik nu doorheen sprong? Dat kan natuurlijk ook als factions was, dan is het niet te raden dat ik er doorheen viel. Dus mij sprong bij de verkeerde. Ah nee, kijk, die pakt hij wel. Hij pakt hem even niet. Ik wou zeggen, ik vond het al zo raar dat hij hem niet pakte. We gaan heel even kijken wat Joost aan het doen is. Slash TP Joost. Hij is hier bezig met zijn karretje zo te zien. Nou, wij gaan heel grap even naar buiten. Zo. En bij Survival hebben we ook iets nieuws gekregen. Dat is eigenlijk ook voor Faction en voor andere dingen. Je kunt dingen krijgen, kistjes krijgen. Die kun je kopen, die kistjes. Of je kunt ze krijgen door een giveaway of zo. Maar die kistjes die kun je zelf in-game dus niet zomaar op 3, 2, 1 vrij spelen. Maar er zitten bijvoorbeeld ook hele leuke dingen in, zoals beacons, hoppers, van alles en nog wat. Verder wat er is veranderd, ja eigenlijk heel weinig op dit moment denk ik. Even kijken, dat is mijn lelijk huis. Ik ga heel even snel terug naar de hub. Even kijken, ik spawn daar altijd in een gat. Nadeel van beheerders en van zijn server. Skyblock is nog niet open, die gaat deze week nog één keer open. Arcade Games gaat deze week ergens één keer open. Dit gaat deze week als het goed is ook open, de plotwereld. Het zijn allemaal dingen waar we op dit moment heel hard mee bezig zijn. Je kan natuurlijk niet alles tegelijkertijd doen. Maar de meeste dingen zoals jullie kunnen zien zijn al klaar. En de kleine aanpassingen die moeten nu nog worden gedaan. En ja, dat zien jullie eigenlijk vanzelf wel. Ik hoop dat de aanpassingen allemaal zo snel mogelijk zijn gedaan. Dat zou natuurlijk heel chill zijn. En er komen al, wat ik zeg, een aantal nieuwe minigames bij die er nog niet op zijn geweest. Maar natuurlijk ook de oude minigames zoals Hide and Seek, Vier op de Rij. En van die minigames, die komen allemaal gewoon lekker gezellig weer terug. We hebben ook voor degenen die een rank hebben een nieuw menu. Dat is dit menu. Deze die doet het volgens mij op dit moment nog niet. Nee, daar zat een hele kleine storing in. Ik weet niet precies wat die storing was, maar die doet het binnenkort wel. Dan kun je een digitafel neerzetten. Heel vet. Dan hebben wij verder nog wat leuke particles zoals jullie kunnen zien. Ik ga even slash sun doen. Dan hebben we lekker weer. Kijk, zo heb je allemaal particles. Zo heb je wat leuke gadgets zoals een tornado. Die is wel heel leuk. Trouwens, die tornado. Oh, ik moet even uit het menu. Kijk, dit is de tornado. Hup. Oh, ja. Slash eco. Give gold monies. Zo. Tornado's. Kijk, dit is de tornado zoals je kunt zien. Heel vet. Dan heb je nog, ja, je hebt van alles en nog wat je... Je hebt paintball gun, party popper. Deze is ook wel leuk. Zo'n TNT is dat, die gooi je. En dan op het moment dat je daar naartoe loopt, dan spawn je in één keer ergens anders. Let op. Zie je? Hij stuurt je nog één keer datzelfde stuk vooruit. Als hij springt, volgens mij op het einde springt hij dan nog een keer. Ah nee, dat doet hij dus niet. En zo hebben we van alles en nog wat. Je moet maar één keer zelf even uitproberen wat het allemaal is. Het zijn veel te veel dingen.
Dan wat natuurlijk ook leuk is, je hebt aparte mounts, bijvoorbeeld ninja paard. Ik vind hem heel vet, een ninja paard. Of je hebt bijvoorbeeld de draak, of een chaotisch paard, zoals je kunt zien. En zo heb je nog een radioactief paard. Zo heb je ook nog allerlei beesten. En bijvoorbeeld dat is een Iron Golem. En die Iron Golem, die heeft natuurlijk ook een effectje erbij. Het is niet zomaar een Iron Golem. Kijk, weet je, zo, tadaan, heeft hij zijn effectje. Ik weet niet precies wat hij gaat doen. Hij zou vast zeker achter me aan blijven lopen. Oh, zie je? Hij schiet af en toe met vuurwerk of zo. Auw, auw, auw. Oh, dat doet hij dus. Zie je? Hij heeft zijn bloemetje vast en dan gaat hij mee gooien. Volgens mij wil hij dat bloemetje aan mij geven of zo. Oh, ik kan er niet op, omdat ik hier iets aan heb staan. Maar dat zijn, oh, zijn allemaal van die kleine dingetjes die nieuw zijn. Daarnaast hebben we nog een ander menu. Slash, even kijken of ik er zo 3, 2, 1 bij kan komen. Dat is dit menu. Kun je allerlei pakjes kiezen. En er zijn heel veel dingen. Natuurlijk, wat ook nog zoals vroeger, zoals altijd is geweest, is dat je deze hebt. Er zijn allerlei gadgets. Op dit moment heb je nog een paar kerstgadgets gadgets erbij. Die zullen in verloop van de tijd wel weer weggaan. Want dan is er geen kerst meer, dan zijn deze niet meer nodig. Maar er zijn bijvoorbeeld deze dingen. Zijn gewoon heel leuk, klein. En dit zijn ook allerlei vrij te spelen dingen. En dat is natuurlijk wel belangrijk dat je ook de monies daarvoor verdient. Dat zijn een beetje de belangrijke updates die we hebben gekregen. En dat is wat ik zeg, er komen heel veel nieuwe minigames bij. Dat heeft alleen even nog tijd nodig. Zo komt er ook nog een parcours. En ja, weet je, er komt van alles nog wat. Ik zou ze vooral zeggen, laat jullie even verrassen. Als jullie nog leuke ideeën, tips hebben voor wat ik kan doen in deze server, laat het dan even weten. Want wie weet, dan kan ik kijken of ik daar iets mee voor kan betekenen. Sowieso, Kid PvP die staat hier al aan. Er staat eigenlijk PvP, maar het is eigenlijk Kid PvP. Kijk maar, zoals je, zodra je hier doorheen komt, dan is het... Zit je meteen in de PvP-mode. Normaal gesproken, jullie spawnen daarboven, ik niet. Omdat ik hieronder weer ben begonnen. Slash spawn. Oh, oké, lekker. Die doet het even niet. Ik weet niet wat er mee aan de hand is, maar dat is helemaal niet erg. Normaal gesproken werkt hij wel. Of doet hij het wel? Nee, hij doet het op dit moment niet. Helaas. Ik zou zeggen, voor nu allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot de volgende keer.